interessant dat hij dat toen zo benaderde. Ik was echt, echt shocked toen die mast in mijn hoofd vroeg. Mogen jullie weten? Echt, denk ik, nou, sorry. En ben me toen wel even wat verder gaan verdiepen, omdat ik het echt wel interessant vond. En toen dacht ik ook van, oké, maar het is dus heel interessant dus om die business goed te kennen. Dus als jij in een business zit, mijn advies ook zijn, ja, weet je wel, zorg dat je, en dat denk dat jullie dat wel zeker allemaal. Ik heb ook echt geleerd om mijn producten beter te ontdekken. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered by Hello Maas en Frank Watching. Deze Hello Masters heb ik opgenomen tijdens mijn workation in Italië. Nu was de internetverbinding niet zo heel goed in het huis waar ik verbleef. Dus dat heeft geleid tot een paar creatieve montages in deze podcast. Hallo, wederom een nieuwe Hello Masters. En vandaag hebben wij een hele bijzondere gast in onze virtuele studio. De chairman van Aeon Holdings, Marguerite Soeterman-Reijnen. Welkom Marguerite. Dankjewel, Louise. Nou, heel bijzonder dat je er bent, want je bent niet alleen chairman van Aeon Holdings en je werkt ook al meer dan 30 jaar bij de organisatie, maar je bent ook sinds een paar jaar de chief marketing officer. En in ons voorbespreking gaf je al aan, het is een beetje tegen wil en dank, dus ik ben heel erg benieuwd zeg maar wat de achtergrond is tot jouw benoeming tot de chief marketing officer. Maar we gaan vooral ook praten over hoe het is om zo'n wereldwijd een bedrijf te leiden vanuit een marketingfunctie en vooral ook op het raakvlak van digitale transformatie. Ja. Dus welkom vandaag. Nou, we gaan gelijk maar even van start, want er valt ontzettend veel te bespreken. Je bent dus bestuurslid, ook nog eens een keer officieel LinkedIn-schrijver. En je spreekt je veelvuldig uit in de media over diversiteit. Dus hoeveel uur zit er eigenlijk in jouw dag, Margriet? Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik denk dat ik heel veel uren heb voor mensen die mij energie geven. En als ik energie krijg, kan ik ook energie teruggeven. Dus dat is eigenlijk voor mij een van de belangrijkste factoren hoe ik me altijd op heb. En ik weet me ook best wel goed te ontspannen op de momenten dat ik dat even nodig heb. Dus hoeveel uren heb ik in een dag? Nog steeds zoals bij iedereen 24 uur. Maar ik denk dat ik wel heb geleerd heel effectief en efficiënter, vooral het afgelopen jaar ten gevolge van gewoon het hele digitale transformatie waar we in zitten, gewoon het thuiswerken, dat ik veel nieuwe tijd heb gekregen waar ik vroeger natuurlijk in vliegtuigen, taxis, hotels zat, die ik nu effectiever kan besteden. Ja, helder. Ja, de voordelen van de digitale transformatie ook op persoonlijk niveau. Ja. Hey, kun je even vertellen, wat doet precies Aeon Holdings? Even voor de luisteraar die misschien wat minder bekend is met deze verzekeraar. Ja, nou, Aeon is een risicoadviseur. Wij bemiddelen tussen verzekeraars aan de ene kant en klanten aan de andere kant. Klanten kunnen echt variëren van kleine particulieren voor hun ziektekosten, maar ook aan de andere kant grote bedrijven voor al hun verzekeringen die je maar kunt bedenken. Aansprakelijkheid, cyber, bestuursaansprakelijkheid, al hun opstallen en noem maar op. Dat doe ik inderdaad al 31 jaar. Ik ben destijds na mijn rechtenstudie begonnen bij een van de voorlopers van Aeon. Dat was een kleine herverzekeringsmakelaar. Die is in 1997 overgenomen door Aeon. Toen kwam ik in het grote Aeon. Dat was natuurlijk een soort van, ik zeg altijd, een soort van een speelgoedwinkel of een candy store waar je zoveel nieuwe mogelijkheden had dat ik inderdaad al 31 jaar lang bij hetzelfde bedrijf werk. Om even terug te komen op mijn chief marketing officer rol. Dus wat doet Holdings? Holdings is eigenlijk, ik heb twee rollen zoals je net al aangaf. Ik ben van Aeon Holdings, dat is de holdingmaatschappij die eigenlijk de hele statutaire omgeving buiten Amerika en Nederland consolideert. Ben ik inderdaad de voorzitter, de bestuursvoorzitter. Wij consolideren zo'n 7 miljard van onze 11 miljard inkomsten wereldwijd in Nederland. Het is dus een soort van juridische omgeving. En even voor iedereen die dat niet weet, Aeon heeft dus, is actief in 120 landen met ongeveer 55.000 collega's zijn we actief. Daarnaast ben ik dus ook inderdaad sinds een heel aantal jaren ben ik, altijd eigenlijk in de lijn te hebben gezeten, ben ik gevraagd voor Chief Marketing Officer van Aeon Inpoint. Ik was ook een van de grondleggers van Aeon Inpoint, dat is onze data analytics management consultancy. En dan was ik verantwoordelijk onder andere voor Asia Pacific en EMEA. En toen hebben ze gevraagd om Chief Marketing Officer te worden. En ik was best wel, dat zei je net al tegen wil en dank, maar ik was toen best wel een beetje verbouwereerd. Van Chief Marketing Officer, staf, en daar kunnen we misschien later nog een keer op terugkomen. Ik heb dus inderdaad, ik kan het van twee kanten belichten. Ik vind het ontzettend leuk om Chief Marketing Officer te zijn, omdat het de creativiteit in je boven haalt. Want voor heel veel mensen die bij jou natuurlijk al Chief Marketing Officer zijn, is dat een automatisme. Voor mij was het eigenlijk een kant die ik eigenlijk heb leren ontwikkelen.
En waar ik heel, met heel veel plezier eigenlijk op dit moment activiteiten voor verricht. Ja, helder. Hey, en je hebt ook in het verleden als general manager in verschillende regio's wereldwijd gewerkt. Ja. Vertel eens wat meer over. Heb je dat zeg maar vanuit, misschien traditioneel als expert, dat je echt in die lijnen gaat, in die landen woont? Of heb je dat vanuit het Nederlandse hoofdkantoor gedaan? Ben even benieuwd hoe je zeg maar die rollen hebt ingevuld. Ja, nou, ik heb op 2 jaar na, ik heb 2 jaar in Londen gewoond, 94, 95, een fantastische tijd gehad. Vervolgens teruggegaan naar Nederland. Op een gegeven moment heel bewust ook in Nederland gebleven. Naast mijn EON-rollen was ik ook actief, onder andere bij, ik was commissaris bij Maduro Dam, bij Stichting ALS. En ik heb eigenlijk, dat zeg ik altijd, heel bewust de keuze gemaakt om bij Stichting ALS voorzitter van de Raad van Toezicht te worden. Waarbij ik eigenlijk ook onbewust, maar misschien ook wel bewust achteraf, maar dat is nog steeds een zei van ik ga niet naar de US of Engeland terug. Dus ik heb vanuit Nederland al die jaren alles gedaan. Ik heb echt de hele wereld rondgereisd. Heel veel verschillende culturen ontmoet. Nieuw-Zeeland, Australië, Korea, Japan, Rusland, Israël, Afrika, Kenia, you name it. Argentinië, dus ook Zuid-Amerika, Brazilië, noem maar op, Amerika, Canada. En het interessante daarvan is dat je eigenlijk ziet, en dat is natuurlijk nu heel vanzelfsprekend afgelopen jaar met gewoon het remote werken, maar dat je, het is ontzettend, ik vond het echt heel leuk die verschillende mensen te ontmoeten. Ik moest ze ook tot verandering aansporen destijds, dat was mijn rol. Ik had een rol van het in actie zetten van reforms die wij overeengekomen waren met Attorney General in de US. En dan is dat persoonlijke element toch wel belangrijk. Dus ik moet zeggen, ik ben een groot voorstander van persoonlijke contacten, omdat het net even iets makkelijker, je kunt inleven in een andere persoon. Je komt net even iets meer te weten en kunt daardoor ook net eventjes een benadering zoeken die voor die persoon past. Aan de andere kant heeft het remote werk het afgelopen jaar me ook heel veel nieuwe tijd gegeven. Dus het is een balans. Maar ik moet zeggen, die tijd dat ik internationaal rondgereisd en veel rondgereisd, ja, vond ik fantastisch. Veel nieuwe mensen ontmoet, veel geleerd ook. Vooral omdat je toch wel vanuit hele diverse perspectieven en naar dezelfde situaties gaat kijken. En daardoor ook wel ziet dat inderdaad, hoewel sommige dingen soms heel erg vanzelfsprekend zijn, dat ze dat niet altijd hoeven te zijn. Ja, helder. En wat heeft jou die tijd geleerd over intercultureel managen? Ja, dat is misschien wel mijn grootste les geweest. Dat je, het mooiste verhaal dat ik hierover kan vertellen. Ik heb op Harvard Business School ben ik in 2016 een Advanced Management programma gaan doen. Dan zit je dus 2 maanden op een campus met elkaar. Je studeert en leeft met elkaar intensief met 160 leiders van de hele wereld. Voordat je begint aan die opleiding krijg je een cultural, eigenlijk gewoon je cultural values test. Waarbij eigenlijk wordt bekeken waar kom je vandaan. Nou, even als voorbeeld. Nederlanders zijn hartstikke gestructureerd. Wij hechten veel waarde aan wat de overheid zegt en doet. En hebben daar ook geloof in. Als je dan zo'n test doet, dan komt dat ook naar voren. Dat je dus ook houdt van structuur in het opzicht. Maar er zijn andere landen waar dit natuurlijk totaal niet in de gelijke mate van toepassing is. En dus mensen hebben normaal geen geloof in de overheid. Gewoon, dat weet je van tevoren als je met elkaar begint. Dus dat is de uitgangspositie. Zijn we vervolgens 8 weken met elkaar gaan werken, studeren. En marketing, natuurlijk is dat een van de belangrijkste onderwerpen. Maar ook finance, ook strategie, alle diverse takken van sport. En dan denk je na die 8 weken, denk je elkaar te kennen. En als laatste vak hadden wij ethiek. En op ethiek kregen wij een case study die echt leuk is om te delen met iedereen. Die case study heette A Letter from Prison. Waarbij eigenlijk de situatie zoals die zich voor had gedaan met Enron eigenlijk werd nagespeeld. Het was trouwens een officiële case, dus het is niet zomaar iets zwaar gebeurd. Maar dan wordt dus, iemand schrijft een brief vanuit de gevangenis. En zegt van ja, ik ben de gevangenis ingekomen, want hij had cooked the books. Hij had dus de cijfers gemanipuleerd, waardoor de earnings per share kwartaallijks dus niet waren zoals ze conform de normale handregels hadden moeten zijn. En wat is nou zo interessant van dat verhaal, om het af te korten, is dat je denk dat je met die 8 mensen uit China, uit Rusland, ik had dus mijn living group in China, Rusland, Chili, de US, Zwitserland, ik, Singapore. Ik dacht echt van nou, weet je, je kent elkaar nu en we weten precies hoe het moet op finance, op marketing, wat allemaal. En dan kom je op zo'n moment erachter dat dus terug naar interculturele relaties, dat dus die situatie die door mij werd bezien als natuurlijk kan dat niet, cooking the books, werd door de Chinezen, nee, dat is toch goed, dat kan toch. En onze Chileen, die chief risk officer was bij een bank, nee, dat kan toch. En toen kwam je dus achter dat ook
de manier waarop je bent opgegroeid of de omgeving waarin je acteert, dat die een waanzinnig grote impact heeft over hoe je bepaalde dingen waardeert en valued. En dat is zo'n grote les geweest en terug naar interculturele relaties. Ja, dan kom je er dus achter dat je dus echt iedere keer weer moet vragen en doorheen moet prikken om te kijken wat beweegt iemand, wat speelt er en wat moveert hem of haar. Zijn gewoon die lessen, dat zijn eigenlijk de grootste lessen, weet je wel. Een sommetje 1 en 1 is 2, oké, dat weten we allemaal wel, maar dit zijn van die zaken die zo belangrijk zijn. En helemaal denk ik ook op marketinggebied, want dat weten jullie allemaal. Wat is onze audience? En hoe denken die en hoe voelen die bepaalde dingen aan? Dus belangrijk. Ja, nee, je werkt al meer dan 31 jaar bij E.ON. Hoe ziet succes er voor jou uit, persoonlijk en zowel bedrijfsmatig? Bedrijfsmatig zou ik zeggen van, je zit nog steeds op een duurzame manier winst te maken. Dat klinkt een beetje heel zakelijk, maar dat is het wel. Je bent gewoon een bedrijf dat opereert in de financiële wereld waar gewoon veel gebeurt. Waar inmiddels naast aandeelhouders ook investors en stakeholders van de community steeds een grotere stem gaan hebben, ook op het gebied van klimaat en alles wat daar gebeurt. Voor mij succes persoonlijk is dat ik gelukkig ben met wat ik heb en dat ik tevreden ben met wat ik doe. En dat ik dat op een goede manier verhoud met de mensen in mijn eigen omgeving, zodat zij ook gelukkig zijn. Want dat is ook belangrijk. Ik kan wel zeggen, ik ben gelukkig, maar als mijn man en kinderen dat niet zouden zijn, dan gaat dat niet helemaal goed. Ja, mooi. Laten we even switchen naar het hoofdstuk strategie en dan vooral vanuit je rol als Chief Marketing Officer. Want in de algemene zin wordt de rol van CMO steeds strategischer. Je ziet ook dat CMO's waren vaak outsiders in company boards. En CFO's en CMO's die kunnen vaak wel tegengestelde karakters zijn. Maar ook een beetje het vergelijken ze komen van Venus en Mars. Aan de andere kant zie je vooral in Amerikaanse bedrijven dat steeds meer CMO's ook de CEO's opvolgen. Dus ik ben eigenlijk eventjes benieuwd, omdat je natuurlijk ook voorzitter bent van jullie board en veel interacteert met andere boardmembers. Wat is jouw visie zeg maar op de rol van CMO en wat voor advies zou je CMO's geven om zich steeds meer te kunnen profileren richting niet alleen een management teamleden, maar eventueel ook richting een CEO-rol in de toekomst? Ja, nou voor mij is de Chief Marketing Officer eigenlijk de Chief Growth Officer. En dat is natuurlijk een hele belangrijke, want iedereen is nog steeds, ondanks het feit dat mensen kijken, doe dat dan vooral duurzaam, is op zoek naar groei. En waarbij inderdaad de financiële resultaten als zeer natuurlijk gewoon belangrijk worden gezien voor ieder bedrijf. Je wil gewoon toch op een goede manier financieel blijven houden, gezond blijven ook financieel. En voor mij is de Chief Marketing Officer eigenlijk degene die de strategie van een bedrijf verbindt met de klanten. Dus een bedrijf heeft een strategie uitgestippeld, maar je brand en dan echt je brand van het bedrijf echt verbinden met je klanten is, daar is waar de Chief Marketing Officer echt om de hoek komt kijken. Hij zit dan ook op een hele belangrijke intersectie, dus tussen finance, sales, operations en heeft eigenlijk supply chain, heeft op heel veel vlakken hebben we als Chief Marketing Officer eigenlijk zicht. Maar niet altijd wordt het door iedereen gerealiseerd. Ik denk dat Chief Marketing Officers juist op een creatieve manier waarde toevoegen en de value voor het bedrijf genereren. Maar dat ze soms helemaal niet zo bewust zijn van dat ze dat op een hele... Ze hebben heel veel zicht op heel veel invalshoeken. En op een hele onbevangen manier. En wat is dan denk ik nu mijn advies aan iedere CMO die ook CEO wil worden? Is dat je, want dat is de kritiek die je vaak hoort, dat je zorgt dat je inderdaad operational experience krijgt. Hè? Dus zorg dat je zoveel mogelijk ook met de andere functies bezighoudt. Niet alleen met je eigen vak van marketing, maar ook dat je mee gaat doen met strategische projecten die niets met marketing te maken hebben, die misschien iets dichter bij de klant staan op een andere manier, maar waardoor je daarvan kunt leren. Dat je ook probeert niet alleen maar je expertise op marketing op te doen, maar ook in andere markten en andere regio's actief bent. Hè? Dus dat je ook jezelf gewoon veel breder gaat kijken van waar kun je actief zijn. Dat je de goede vragen stelt. Dat je ook het deel uit gaat maken. Ik noemde net al die strategische projecten die niks met marketing te maken hebben. Dat je ook, en dan is het natuurlijk het grote verhaal dat je dus ook gaat kijken naar disciplines die je niet zomaar je eigen hebt gemaakt in het verleden, dat je die op dit moment dus je eigen gaat maken. En dat bedoel ik inderdaad vaak, en foremost is dat misschien wel financiële expertise. Dus dat je gaat kijken, oké, begrijp ik de metrics, begrijp ik de KPI's, begrijp ik de getallen.
En als je daar wat meer moeite mee hebt, dat je dan toch probeert te verdiepen om te kijken of je, en dan zou ik echt adviseren om iets te gaan doen waar je toch een soort van een speed-up cursus kunt doen, zodat je het kunt leren. En als je ziet, de mensen die het inderdaad gedaan hebben, die komen ook inderdaad in de rollen van, die gaan inderdaad, ik weet die Paul Chaip van, die heeft bij Quaker Goods gewerkt als CMO en bij Wrigley. En Anheuser Busch, en die is nu de CEO van Ferrero North America. En die heeft echt al die stappen doorlopen. En die zei ook, het is belangrijk, die operational experience, die financiële experience, nieuwsgierig zijn, vragen blijven stellen. En ook gewoon jezelf mengen in niet-marketingactiviteiten. Zodat je inderdaad op een gegeven moment ook met je andere board members op het gelijke voet komt qua discussiepunten en gespreksthema's. Want vaak wordt door andere boardmembers zien van ja, dat je marketing of zo, weet je wel, dat ja, toch zien ze ons meer. Hè? Dus, maar ik denk dat het voor de CMO belangrijk is om op gelijke voet te komen met alle andere expertise. En dan juist met je creativiteit heb jij dat extra. En dan ben jij, wat mij betreft, juist die extra step-up naar een nieuwe wereld. En kijk, Louise, ik zie nu echt dat de wereld afgelopen jaar echt heel instrumenteel veranderd is. En dat dus, er zijn diverse wegen naar Rome. Er zijn ook diverse stadia van leiderschap, diverse periodes waarin een andere leider gevraagd wordt. En ik denk dat nu, ook juist nu, er weer creatief leiderschap, empathisch leiderschap, waar marketeers ontzettend goed in zijn, om zich te verplaatsen in andere mensen, want daar zijn ze echt heel goed in, want dat is wat wij altijd doen met onze personen, dat ze daar heel succesvol in kunnen zijn. Ja, helder. Ja, je ziet natuurlijk ook dat de marketingfunctie, laten we zeggen 20, 15 jaar geleden, was natuurlijk heel erg gericht op eigenlijk top of funnel, brand awareness, campaigning. Nou, dat is steeds meer richting de lower end van de funnel gegaan. Dus nu eigenlijk gewoon full funnel en ook full customer journey. Ja. Waarbij natuurlijk digitale transformatie en data eigenlijk ook pilaren zijn geworden om die rol van die CMO ook veel strategischer te maken. Hoe doen jullie dat zelf binnen E.ON? Nou ja, bij ons is dus, ik ben de Chief Marketing Officer, ben ik van de Data Analytics Management Consultancy. Wij zijn in 2008 begonnen met het verzamelen van data. En vervolgens kwamen we erachter dat we niet alleen van belang zijn voor verzekerden, maar ook voor verzekeraars. Omdat wij meer data tot onze beschikking hadden dan de verzekeraars zelf. En wat je nu ziet is natuurlijk dat die data en vooral de inzichten die gecreëerd worden door de correlaties die we gaan zien, dat er dus op dit moment nieuwe intelligentie ter beschikking komt. En dan zie je dat de technologie die er zich allemaal op dit moment ontwikkeld heeft, of het nou machine learning is of artificial intelligence, ons helpt om juist die proposities nog verder te tailoren. En terug naar die funnel. Ja, ik denk dat we nu in staat zijn om al veel eerder, ook met predictive analytics, dan heb ik een heleboel termen meteen in de discussie gegooid, om te gaan bepalen van oké, op wie moeten we op wat voor manier focussen. Dus voor ons als marketeers is die door die data zijn wij nog beter in staat gesteld om nog gedetailleerder onze producten of onze diensten op bepaalde segmenten te focussen. En en dat is wat betreft ook lead generation is natuurlijk fantastisch. En dat is natuurlijk gewoon, dat scheelt kosten, dat levert meer energie op bij mensen. Het is meer gefocust, het is effectiever en efficiënter. En daar mogen marketeers, en dat zeg ik ook wel tegen jullie, daar mogen ze best wel wat trots op zijn. Want de mensen die het tot stand hebben gebracht, ik heb een paar collega's die dat fantastisch doen. En dat is echt hun second nature. Dat is echt geweldig. En daar mag je echt trots op zijn. Want dat betekent dus ook terug naar die chief growth officer. Dat je daadwerkelijk een zeer belangrijk aandeel hebt in de groei van het bedrijf. En de efficiënte en effectieve groei. Dus het gesprek wat je met je chief financial officer aan kan gaan. En dat doen mensen als marketeers te weinig. Dat zij juist een belangrijke bijdrage hebben in de manier waarop ze bepaalde zaken aan zijn gaan vliegen. Die daadwerkelijk kosten die kosten beperkt en dus resultaten verbetert voor een bedrijf. Ja, helder. Wat is de one metric that matters? Want vooral met data zie je ook wel dat er is zoveel data dat je soms ook als marketeer enorm kan zwemmen en ook wel op de verkeerde data gaan sturen of vanity metrics. Wat is de one metric that matters binnen E.ON InPoint? Ja, voor mij is dat toch wat mijn klanten van me vinden. Dus mijn customer satisfaction, mijn net promoter scores. Waarbij je natuurlijk diverse lagen af kunt pellen van hoe het zit. Wat wij nu zijn gaan doen is, we hebben een jaarlijkse Net Promoter Score, waarbij we gewoon één keer de temperatuur opmeten. Maar we zijn ook naar alle projecten, heel veel consultieprojecten, zijn we het ook gaan opmeten, om zo te kijken van wat is de ervaring. Dus op kortere projecten gewoon vragen hoe het zit, niet alleen maar één keer per jaar.
Maar gewoon meteen als zaken geleverd en diensten verricht zijn om te vragen hoe zit dat dan. En ook vooral, ik denk dat wat heel belangrijk is, ik weet dat ik me veel bezig hou met diversiteit, maar vooral te luisteren naar de negatieve opmerkingen. En dan niet op te pakken als negatief, maar als constructief. Dus eigenlijk die positiviteit te halen uit de opmerkingen die mensen maken. Soms kan het ook echt vervelend zijn, dat je denkt, dat hadden we niet zo bedoeld, maar het is toch zo gegaan. En dan te kijken, hoe moet ik hem bijsturen? En ik denk dat dit met de digitale transformatie de grote opportunity is om gewoon ervoor te zorgen dat je weer het lerend vermogen van een organisatie, dat je dat weer oppakt. Dat je denkt, oké, niet omdat iets is geweest in het verleden is het goed. Hè? De resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Maar juist nu is het belangrijk om je dat te realiseren. Dat je dus open oog en open vizier moet hebben voor alles wat je pad kruist. Ja, helder. En als je kijkt zeg maar de samenwerking met jullie salesorganisatie, is dat eigenlijk allemaal de umbrella die samenkomt onder de Chief Growth Officer conceptueel? Of zie je dat toch nog steeds als twee aparte afdelingen met twee aparte targets? Nee, is dit wel voor mij. Ik ben natuurlijk jarenlang, ik zit dus 31 jaar in de verzekeringswereld. Ik heb je rechter daarvoor gestudeerd. Ik heb echt altijd lijnfuncties gehad, zelf leiding gegeven. Dus wat je hebt is, ik denk dat mijn gave was toen ik werd gevraagd door mijn CEO en Chief Marketing Officer, zegt hij, ja, maar jij spreekt de taal van de business. Dus ik spreek de taal van wat de klanten willen en ook probeer te vertalen in hoe ik dat moet verkopen aan klanten. Dus om na te denken, hoe ga je met elkaar om? En ik vind nog steeds echt interessant dat hij dat toen zo benaderde. Ik was echt shocked toen hij me als CMO vroeg, mogen jullie weten. Echt, denk ik, nou, sorry. En we hebben toen wel even wat verder gaan verdiepen, omdat ik het echt wel interessant vond. En toen dacht ik ook van oké, maar het is dus heel interessant dus om die business goed te kennen. Dus als jij in een business zit, mijn advies ook zijn, ja, weet je wel, zorg dat je, en dat denk dat jullie dat wel zeker allemaal, ik heb ook echt geleerd om mijn producten beter te ontdekken. Beter na te denken, wat bieden wij? En dan kom ik op het woord thematic marketing. Dus eventjes terug naar, we hebben allemaal diensten die we doen op verschillende niveaus. Op M&A-gebied, intellectual property. Dus echt allemaal heel stedelijk, heel erg gespecialiseerd. Health and benefits, waar we de mensen advies geven. Dus ik ben me echt gaan verdiepen, wat doe je dan precies? En hoe probeer je iemand te komen? En ik denk, dat is ook nieuw, en dat hebben we allemaal meegemaakt. Dus toch ook de impact van social media, om nieuwe vormen van technologie te omarmen, om je klanten te bereiken. En voor de heel veel marketeers die bij jullie allemaal in retail zitten, is dit een vanzelfsprekendheid. In financial services is dit niet zomaar vanzelfsprekendheid. Je ziet gewoon dat wij nog heel erg aan de ouderwetse manieren van marketing doen. Veel persoonlijk contact. Maar ook nieuwe media zoals LinkedIn, je noemde het net al, zijn vormen waarbij je kunt opschalen om een groter bereik aan klanten en potentiële klanten te bereiken. Ja, helder, helder. En digitale transformatie hebben we ook al een paar keer genoemd. Je bent zelf ook bij Singularity University geweest om daar zeg maar je te scholen in exponentiële technologieën. Kun je iets vertellen over wat je daar geleerd hebt en wat je nu kan toepassen day-to-day? Nou, ik heb daar eigenlijk geleerd wat niet Nederlands is. Wij zijn altijd heel bescheiden. Ik heb geleerd om moonshots te denken. Dus om niet te denken van... Ik heb geleerd om gewoon toch een super... Ik heb toen ik... om een super doel te stellen. En ik word... toen ik voor mijn eerste keer in mijn leven mijn performance review had, zei ik... Vroeg ze, wat wil je bereiken? Toen zei ik de top. Dus dan keken mensen me echt aan, wat is dit? Maar dat is dus, om dat even door te vertellen naar wat je nu moet doen, is gewoon om ideaal te stellen van, ik wil dit bereiken. En ik weet nog dat wij op een gegeven moment zeiden met mijn CEO, oké, we willen naar 1 miljard. Nou, ik zat ook te kijken, hallo, dat is toch gewoon totaal onmogelijk wat je hier neerlegt. Maar het gaat erom dat het is denken in opportunities. Het is, en wat je dus ziet is dat, ik heb ook geleerd dat waar vroeger dat we zeiden, failure is no option. Het was vroeger zeiden we gewoon failure is no option. Ik denk dat door alle startups, exponentiële groei, dat we hebben geleerd van fail early en fail smart. We hebben ook geleerd als verzekeringswereld dat vroeger moest alles meteen in één keer succesvol zijn. Dat is onmogelijk. Mm-hmm. Wat we nu leren is met de exponentiële groei dat we heel veel projecten starten. En sommige zijn succesvol, sommige niet. En dan op een gegeven moment ook leren dat je op een gegeven moment gewoon iets moet afkappen. Hè? Dus als iets niet werkt, stop ermee. En dan is het geen failure, maar dan is het gewoon, oké, het heeft niet gewerkt. Het is gewoon een opportunity die er was. Maar de opportunity heeft door wat voor omstandigheden ook zich niet gematerialiseerd zoals je had gehoopt dat het zich zou doen. Ja, helder. En hoe doe je de innovatie binnen je huidige organisatie? Doe je het in de periferie, waarbij je dan bijvoorbeeld een labconstructie hebt, waarbij mensen dan buiten de bestaande, wellicht infrastructuur, maar ook bestaande
compliance regels kunnen opereren? Of doe je dit meer door acquisities in de insurtech? Ik ben even benieuwd hoe jullie zelf daarin opereren. Ja, dit is echt een hele goede vraag. Want dit is dus, wat je ziet in de financial services, we zijn natuurlijk omgeven door compliance. Hè, dus we hebben al geleerd van wat de fintechs zijn tegengekomen. Als insurtech zien we natuurlijk nu dat we proberen better products, better services, better prices. Dat is toch echt de doelstelling van insurtech. Je ziet dat er sommige dingen zijn die je zelf als grote organisatie, die je tegenhouden om innovatief te denken. Dus het partneren met startups is iets wat E.ON heel actief doet. We hebben echt een unit die zich hiermee bezighoudt. Die monitoren ongeveer 1500 startups. Met een aantal zijn we ook echt begonnen. Onder andere de climate service zijn we gaan kijken naar scenario modeling voor climate. Met ground speech zijn we begonnen naar het analyseren van claims data. Super interessant. Een claim kan natuurlijk zijn 1000 euro omdat je een ongeluk hebt gehad en 1000 euro schade hebt geleden. Maar de informatie die er omheen zit, bijvoorbeeld ik reed een rode auto of ik reed een groene auto, waarbij nu bekend is dat mensen rode auto's misschien wel meer ongelukken veroorzaken dan groene auto's, zijn van dat soort dingen die zijn relevanter geworden door middel van machine learning. Dus al dat soort informatie kun je nu analyseren en kun je uit die correlaties weer nieuwe inzichten halen. Wat ik vind dus die innovatie in waanzinnige ik vind dat fantastisch. Het geeft heel veel nieuw. En terug naar de hele insurtech wereld, dan zie je dus dat het opschalen van dat soort units, je moet ontzettend ervoor waken dat je niet je behoudende mensen, en al ben ik nog steeds heel innovatief en creatief, ik ben misschien 55 ook al behoudend, dat ik me daar dan te veel tegenaan ga bemoeien, waardoor ik eigenlijk de innovatie en het innovatieve vermogen van zo'n unit eruit haal. Omdat ik toch te veel denk in bestaande en mijn unconscious bias, dat ik al denk in veel bestaande constructies. En het mooie voorbeeld wat ik je altijd voor wil, de analogie, is dat eigenlijk heel veel uitvindingen, als je gaat onderzoeken wanneer zijn de grote uitvindingen van de wereld gedaan, dan is dat gebeurd door uitvinders die 20, begin jaren, tussen de 20 en de 30 waren. Die nog niet gebonden waren aan vaststaande hokjes. En dat doe je misschien met je hersenen onbewust. Er zijn heel veel neurologen en die zich daar ook verdiepen. Maar het is voor mij dus heel belangrijk om de units wel erbij te betrekken. Op een manier dat zij kunnen opschalen. Want dat is wel wat zij willen. Zij willen innoveren. En wij zien dat onze klanten die betere producten, betere diensten, better prices graag willen hebben. Dus samenwerking is essentieel. Margriet, wat is jouw kijk op het ideale marketingteam? Ik ben ook heel benieuwd naar jouw mening over de mythe dat start-up teams altijd door 25-jarige college drop-outs worden geleid. Terwijl eigenlijk de data laat zien dat start-up founders met meer dan 15 jaar werkervaring in de industrie, waar ze dan hun start-up in starten, het meest succesvol zijn. Ja, ik denk dat ik ben nu ook voorzitter van de Raad van Commissaris geworden van een start-up die zich bezighoudt met kelp. Dat is een soort van zeewier. Dat gooit op plekken zoals bij Namibië en Tasmania. En ik denk dat de combinatie is. Ik denk dat als je ook gaat praten met investeerders. En ik investeer zelf ook klein en vrouwelijk ondernemingen ook notabene. Dat je gaat kijken dat het team, het idee is van belang. Hoe kun je inderdaad disrupten? En hoe kun je disrupten in een markt waar dat nog niet gebeurd is? Hè? Dus dat je echt strategic advantage hebt. Maar het tweede wat ik interessant vind is ook van wat is het team dat het doet? En de constellatie van het team, dus de samenstelling van het team is van essentieel belang. Eigenlijk als ik met investeerders praat, zeggen ze iedere keer het gaat om het idee en het team. En dan natuurlijk de uitvoering. Maar als je een goed team hebt, gaat dat gebeuren. En in dat team zie je dan ook iedere keer, en dat vind ik zo fantastisch, zie je inderdaad een goede combinatie van finance, sales, innovatie, creativiteit. Ik vind dat dus heel, dat geeft mij heel veel energie, omdat je dus ook weer ziet dat je zelf, en dat is wel leuk, ik zit in een groot bedrijf met grote apparaten, dat je juist in zo'n start-up moet iedereen weer alles zelf doen. En word je ook weer bewust gemaakt van, hey, weet je wel, waarom gebeurt eigenlijk wat er gebeurt? Dus ik vind dat dus, dat vind ik fantastisch. Er werken ontzettend veel vrouwen in marketingrollen. Maar als je kijkt naar de diversiteit onder chief marketing officers, dan zie je toch nog, vooral in Nederland, dat het veel witte mannen zijn. In Amerika is dit nu snel aan het veranderen en zie je steeds meer diversiteit aan de top. Wat is jouw advies voor jonge marketeers om met een ambitie om naar de top te gaan? Wat is jouw ambitie, ongeacht hun achtergrond, om het ook naar de top te maken?
Allereerst aan alle marketeers die vandaag zijn, nou denk eraan dat je niet alleen maar in je werk succesvol moet zijn of thuis, maar dat je ook in je ecosysteem moet denken. Van wat is je ecosysteem? Kennen mensen jou? Weten mensen wie je bent? Wij zijn vaak bezig als vrouw, maar ook als marketeers, ben je bezig om het product goed af te leveren. En denk je misschien niet zo naar, oké, hoe kijken mensen naar mij aan? Dus ook terug naar, als je CEO wil worden van het general management wil gaan, dan is het belangrijk dat je zichtbaar bent in zijn algemeenheid. En dat je dus kennis en kunde hebt, dat ook. Maar terug naar diversiteit. Kijk, er is nu een momentum, vorig jaar ook door Black Lives Matter. Er is een momentum doordat er steeds meer aandacht is voor diversiteit. Vorige week was ik vertegenwoordigd in Nederland bij de G20 samen met minister Ingrid van Engelshoven. G20 was vorige week, had de eerste meeting over een ministeriële conferentie over women's empowerment in de geschiedenis van de G20. Nederland is door voorzitter Italië uitgenodigd om mee te deel te nemen aan die gesprekken. Dan zie je dus dat de situatie in Afghanistan, laat het maar gewoon benoemen, brengt heel tastbaar aan het licht hoe luxueus wij mogen zijn en gelukkig we ons mogen prijzen dat wij in een wereld leven waar we vrije keuzes mogen maken en die ook mogen beleven en uitleven en uitdragen. En dan zie je dus naar Women Empowerment en terug naar dat thema, is dat je dus, en diversiteit is in brede zin ook culturele diversiteit, dat het gewoon heel belangrijk is om diversity of thought and opinion te hebben. En dat is diversiteit van thought and opinion zorgt ervoor dat je diverse perspectieven krijgt op hetzelfde onderwerp. Waardoor je komt tot een effectievere en afgewogener besluitvorming. En dat is bewezen door alle onderzoeken, dat is winstgevender voor het bedrijf eveneens. Nou, er is ontzettend veel discussie over leiderschapstijlen. Ik ben heel benieuwd. Je bent al meer dan 30 jaar werkzaam in het bedrijfsleven. Heel succesvol. Wat is jouw leiderschapstijl? Wat maakt het dat jij succesvol bent? Hoe werkt dat vooral in een globale organisatie? Waar er natuurlijk ontzettend veel cultuurverschillen zijn. En waarbij ook de acceptatie van vrouwen in senior posities toch heel verschillend is over de landen heen. Ja, leiderschap. Ja. Wat ik heel belangrijk vind om aan te duiden is dat je ziet dat leiderschap heeft zowel feminine als masculine kwaliteiten. We praten vaak over man-vrouw. Het gaat om dat we het samen doen. En het is niet zozeer, dat is één, samen is belangrijk. En ten tweede, feminine kwaliteiten kunnen zijn empathisch, inlevend. Masculine kwaliteiten worden omschreven als command and control. En uiteindelijk als leider heb je allebei nodig. Waarbij we natuurlijk weten dat op het moment vrouw heel erg in charge is, dat ze wordt omschreven als bazig. Ik zal geen andere termen hier gebruiken, maar ja, weet je, dus accepteren dat je dus als leider heb je bepaalde kwaliteiten nodig, die zijn zowel feminien als masculien. En accepteren ook als vrouw, en dat is misschien toch een tip aan alle vrouwen die misschien inbellen, ja, als een keer iemand je niet leuk vindt, of aardig vindt, ja, dat hoort erbij. Ik heb geleerd dat echt te scheiden. Om ervoor te zorgen dat ik gewoon weet, oké, dit is zakelijk, dit is persoonlijk. Dat is misschien wel mijn grootste les in mijn zakelijke carrière geweest. Dat ik, en dat zeg ik altijd op zo'n manier, dat ik heb geleerd om na een super verhitte discussie over een vreselijk onderwerp waar totaal andere standpunten werden ingenomen, dat ik dacht, oké, het is niet persoonlijk, het is zakelijk. En dan ga ik nog steeds met die persoon die een totaal ander standpunt heeft, ga ik een biertje drinken. Ja, helder. Ik zou ook nog een vraag willen stellen over de zichtbaarheid van de C-suite van grote organisaties. Jij bent zelf bijvoorbeeld actief op Instagram. Je laat daar veel van je persoonlijkheid zien, ook je privé persoonlijkheid. Ja. Wat is de rationale daarachter als je dat vanuit een bedrijfcontext en vanuit je rol ziet? Of zie je het juist iets als, nee, dat doe ik echt meer vanuit mijn privé persoon? Of zeg je van, nee, ik vind het ook belangrijk dat de C-suite ook zichtbaar naar buiten toe is. Ja, nou, ik denk dat één is het belangrijk dat je, als je in de maatschappij zit, dat je er middenin gaat staan. Mm-hmm. Communicatie is een hele belangrijke means om dichterbij in ieder te komen. Wat je ziet is dat corporate boards zijn heel erg angstig, zijn toch wel angstig, omdat ze toch ook iedere keer zien van, wat is de downside als er iets op een andere manier geïnterpreteerd wordt. Mm-hmm. Dus die mensen, je ziet dat daar eigenlijk, dat ze proberen hun privéleven af te schermen. Soms kan dat, soms kan dat niet. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijk is dat, ik heb op LinkedIn, om het even persoonlijk te maken, ik heb mijn LinkedIn-strategie heb ik heel erg, op een gegeven moment toen heb ik echt heel duidelijk over nagedacht, van, wat wil ik nou? LinkedIn is voor mij echt een heel serieus forum waarbij ik echt zakelijke zaken betreffende, zowel diversiteit, risico, dat is mijn E.ON,
En mijn leiderschap zijn allemaal non-executive roles, dat ik dat op LinkedIn op die manier aanvlieg. Ja. Waarbij ik soms ook persoonlijke gedachten op meeneem, of persoonlijke anekdotes, omdat het dan het verhaal extra interessant maakt, dan krijg je storytelling. Ja. Instagram is op dit moment voor mij, daar ben ik nog een beetje mee te experimenteren, dan zeggen mijn kinderen, en dat is lachen we iedereen, nou mam, je gedraagt jezelf als een influencer, maar dat ben je nog niet, want je hebt nog heel weinig volgers. Ik ben op Instagram aan het experimenteren, ja, zo is het gewoon, feit, niet te moeilijk doen. Het is gewoon heel leuk, want het is toch heel persoonlijk, laat je wat dingen zien uit je eigen leven. Ja. Waarbij ik wel vind dat Instagram vaak alleen maar de positieve dingen benadrukt en niet de negatieve. Dus het is wel een soort van keeping up appearances world. Dus dat is wel, vind ik wel een nadeel. Maar het is wel heel leuk, want je kunt mensen laten delen en ook de leuke dingen laten zien. En ik doe natuurlijk heel veel leuke dingen. Maar voor mij is de manier om op Instagram een serieuze boodschap door te krijgen, is nog wel een vraag. Maar dan terug naar hoe als board. Ik denk dat social media is gewoon een nieuwe technologie waarbij we dus inderdaad die we moeten omarmen, omdat we daarmee onze boodschappen op een andere manier kunnen communiceren. En we bereiken ook gewoon een nieuw publiek. En ik zit dan op Instagram met mijn kinderen, de Snapchat en weet ik het allemaal meer. En dan zie je al hoe zij communiceren. Dus het is zaak voor bedrijven om dat soort zaken toch tot zich te nemen. Ja. De balans te vinden hoe dat werkt. Maar ook de balans te vinden tot storytelling en tot toch ook dat persoonlijke element. Want dat onderscheid je met betrekking tot andere personen en andere bedrijven. Ja, helder. Ik zou in het laatste stukje van onze podcastopname ook nog even wat meer over jouw marketingteam willen vragen. Je hebt de marketingdomein veranderd supersnel. 10 jaar geleden had je een paar kanalen. Nu zijn er inmiddels 50 en meer dan 8000 MarTech tools. Naar allerlei innovatie wat vanuit verschillende branches zoals InsurTech ook nog een keer komt. Kun je iets vertellen over hoe jij je team hebt georganiseerd? Want enerzijds is de marketingfunctie natuurlijk ook gewoon de operatie draaiend houden. Vooral juist met zoveel kanalen die always on zijn. En waarbij ook de klant van de toekomst terugpraat. Maar aan de andere kant heb je ook tijd en ruimte nodig voor intervisie en experimenteren met vooral juist de nieuwe kanalen. Hoe ga je om met eigenlijk die polar opposites? Nou, ten eerste is E.ON een supergrote organisatie. Ben ik met mijn chief marketing officer rol binnen de data analytics management consultie eigenlijk een radertje in een veel groter geheel. Het is natuurlijk een grote motor die daar draaiend wordt gehouden. Met alle sponsoring van destijds Manchester United. Om zichtbaarheid te vergroten nu de Ryder Cup en de Risk Reward Challenge. Kan ik van alle disciplines mensen naar binnen fietsen bij mij. Dus dat is wij zijn heel interdisciplinair georganiseerd. Dus als ik iets nodig heb op lead generation, dan vraag ik een collega, noem maar op. Ja. Dus we hebben geleerd dat we niet, dat is wel het fijne, onze organisatie is erg gericht op E.ON United. Dat we dus niet alles, ik hoef met mijn team niet alles zelf te kunnen. We hebben overal collega's zitten die expertise binnenbrengen. En zijn ook met elkaar in een zodanig manier nu georganiseerd dat we dus dan kijken hoe doen we dat effectief. En als er bijvoorbeeld nu opeens meer vraag komt naar visuals, dan gaan we het visual team uitbreiden. Als er meer vraag komt naar lead generation, kijken hoe we daarmee moeten omgaan. Nou, de samenstelling van het team, heb ik altijd een divers team gehad met verschillende soorten achtergronden. Ook mensen die mij gewoon echt even met mijn voeten, als ik met mijn hoofd in de lucht ben, in de wolken, me weer terug op aarde zetten. Dus ik vind het heel belangrijk om je te omringen met mensen die ook kritisch naar mij durven te acteren. Dat is soms wel schrik hoor, want dat vind ik soms, kinderen zijn het sowieso als ik thuis kom met mijn man, maar ook in je eigen werk om dat neer te zetten, daar heb je lef voor nodig. Maar dus, wel steeds meer aandacht terug naar InsurTech, want dat noem je. Ja, daar heeft E.ON echt zwaar in geïnvesteerd. En daar proberen we echt met die partnerships die we aan gaan proberen. Inderdaad, of het nou op SME is met Cover Wallet. Of op Groundspeed. Of op Clara is een. Nou, ik heb een paar namen nu genoemd, maar het maakt even niet uit. Het gaat er eigenlijk allemaal om dat we kijken van hoe kunnen we waarde toevoegen aan onze propositie. En wie binnen dat team kan die waarde toevoegen. En als dat dus niet intern in het team is, gaan we kijken naar externe partijen die dat kunnen doen. We proberen dat zo min mogelijk te doen. Om in ieder geval kosten ook beheersbaar te houden. Maar we kijken wel steeds kritischer van, wat kunnen we zelf en wat kan een ander? Ja, precies. Want veel CMO's waar ik mee spreek in Hello Masters, die
ja, vooral de strategische ingevulde rollen en die ook op directieniveau opereren, die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de hele keten, van zowel marktonderzoek tot en met conversie. Vaak ook omdat de e-commerce nu een onderdeel is van hun portfolio. Dus daar zie je zeg maar dat het snel kunnen experimenteren heel erg belangrijk is. En ze hebben eigenlijk vaak een hybride model gebouwd, want in-housing was een hele grote trend en nog steeds voor veel organisaties, waarbij eigenlijk al je skills in huis neerzet. Ja. Dus de afhankelijkheid van agencies vermindert. En agencies voor een groot gedeelte voornamelijk voor campaigning inzet. Ja. Maar dat je dan ook wel weer de nadelen van het hele in-housing is dat je toch bepaalde inertia optreedt. Omdat mensen natuurlijk uiteindelijk onderdeel worden van je organisatie. Vaak dan daar heel erg mee bezig zijn en wat minder de feeling naar buiten toe krijgen. En misschien ook nog wel belangrijker, minder de inzicht in, goh, dit zijn nieuwe kanalen, dit zijn nieuwe opportunities. Dus die verversing, die kan ja, dan... Helemaal eens. Ja, dus, ja, helemaal eens. Hoe los jij dat op, zeg maar? Want je wil toch die snelheid en die frisheid toch houden. Maar aan de andere kant moet je ook bepaalde core competenties ook in huis houden. Ja, nou ja, ik denk wel dat... helemaal eens. Dus dat je weet dat ik die inertia, die herken ik. Ook die zelfgenoegzaamheid, complacency op een gegeven moment, dat je denkt, ik doe het goed. Ja. Het kan altijd beter. Snap je? Iets wat vandaag goed is, hoeft en misschien vanmiddag beter, en misschien vanavond best, hoeft dat morgen niet meer zo te zijn. En ik denk dat jij, en dat voor mij het belangrijkste wat je net vertelde, is de snelheid van innovatie, die is zodanig, de snelheid van ontwikkeling heeft zich zodanig ontwikkeld het afgelopen jaar, dat ook om daarop te blijven inspelen als marketeer, zul je dus gewoon echt zoveel mogelijk invalshoeken mee dienen te nemen, om dat voor jezelf, zodat je het zicht blijft behouden. Ja. En voor mij is even een andere analogie, is op cyber precies hetzelfde. Hè? Dus wij zijn natuurlijk altijd verzekeraars ook van cyberrisico's en iedereen kent dat. Maar daar zie je ook zoveel ontwikkelingen zich op dit moment voordoen, dat het werkelijk, het is gewoon zaak om bij te blijven. En dat kun je niet alleen. Daarvoor heb je gewoon ook externen nodig die hun invalshoek hebben. Misschien soms wel eens van hackers die, hè, dus het gaat om dat je dus gewoon op alle manieren alle partijen in dat ecosysteem erbij betrekt. En die snelheid is belangrijk. En wat wij geleerd hebben is dat op het moment dat wij dus inderdaad kijken naar anderen die ook de expertise hebben die wij zelf dan willen binnenhalen en die betrekken, dan zie je dat allemaal win-win posities ontstaan. Dus dat je dus, voor hun is het interessant, want zij doen zaken met groot EO, maar voor ons ook, want wij krijgen weer een invalshoek die we zelf anders niet gehad zouden hebben. Ja, helder. Ja, dus je hebt echt het exponentiële organisatiemodule, wat ook bij Singularity University veel aan bod kwam, ook eens toegepast, zeg maar, in de manier waarop je zelf opereert. Ja. Ja, helder. Nou ja, en dat experimentation is voor mij een groot woord. En je wil van experimentation op een gegeven moment gaan naar toch daadwerkelijk transitie en execution. Ja. Maar dat vereist soms echt even een heel... Kijk, ik vind het wel eens interessant, we noemden dat net Snapchat. Dat is waarschijnlijk ook alweer lang achterhaald. Dus dan zit ik, we hebben TikTok, zo kunnen we doorgaan. Het gaat erom dat je blijft kijken wat gebeurt er en hoe verhoudt zich dat. En dat vereist een continue aandacht. En die snelheid is, voor mij is die snelheid eigenlijk het afgelopen jaar, we hebben natuurlijk allemaal onder morgen, maar die snelheid is voor mij met de digitale transformatie de grote change agent die we gezien hebben. Ja, helder, helder. Laatste vraag. We hebben heel veel hoge informatiedichtheid vandaag, dus dank je wel daarvoor. We sluiten altijd af met een open vraag en dat noemen we dan Hello Curiosity. Van wat is het wat jou inspireert en wat zou je mee willen geven aan de luisteraar van de podcast? Bijvoorbeeld een boek of een video of een film of poëzie of iets wat jou gewoon geraakt heeft waarvan je zegt, hey, andere professionals... ik zou het aanraden om dat eens te verkennen, want dat kan je helpen in de next step van je loopbaan. Ja, nou, ik ben... dat is het boek van Ramzi Nasser, De Fundamenten. Ja. Het is een klein boekje, het kost niet veel tijd. Het is niet dat je nou een heel dikke pistel moet gaan lezen. Nee, het is een klein boekje waarbij hij drie opstellen eigenlijk, novellen heeft geschreven, die hij heeft gebundeld. Die heeft ze in de periode geschreven van vorig jaar 2020 tot 2021, waarbij hij zich verhoudt naar wat gebeurt er in de wereld en hoe zit dat nou? En dit vind ik echt interessant, want terug naar marketeers, dan zit je dus te kijken, wat is in de wereld veranderd? We hebben het er al een beetje over gehad, maar hij zegt dan op een gegeven moment ook naar, stelt hij ter discussie, gewoon eens even, we hebben het over duurzaamheid en over de environment.
Maar zegt hij, we geven 4,5 miljard subsidie aan fossiele brandstofproducenten en 4,5 miljard subsidie aan duurzaamheid. Dus we strepen het eigenlijk weg. Wat gebeurt er nou? Wat veranderen we nu? En die vraag, dat soort vragen, is voor mij dan, dus je kijkt, ja, wat doe je nou eigenlijk? En als je dan, dat je dus leert weer eerlijk te zijn naar jezelf. Eigenlijk wat het boekje is, het boekje geeft mij weer inzicht, oké, wat gebeurt er om ons heen? Hij heeft het op een gegeven moment ook over het woord revolutie. En dan analyseert hij dat met Latijn. Ik heb Latijn en Grieks vroeger gehad, Louise. En wat is nou een revolutie? Opnieuw bekijken, naar omwentelen, noem maar op. Het is gewoon heel interessant om dat het eigenlijk wat het doet. Het laat je bestaande situaties zien vanuit weer een andere invalshoek. Soms kun je wel of niet mee eens zijn. Maar het geeft weer stof tot nadenken. En het is dus niet een lang boekje. Het is niet een dik boekje. Het is gewoon echt behapbaar. Ik heb het nu één keer uitgegaan. Nu voor de tweede keer lezen. Omdat het je tot nadenken aanzet. En ik denk als marketeers is het belangrijkste dat wij. Jij zei curiosity net. Dat je nieuwsgierig blijft. En dat je blijft informeren van hoe verhoudt een en ander om ons heen. Wat zijn al die veranderingen. Hoe die zich voor jou eigenlijk. Wat voor mogelijkheden die voor jou en je bedrijf creëren. Ja, mooi, mooi. Hij was toch ook de dichter des vaderlands? Hij was de dichter des vaderlands. Ja, mooi. Nou, we komen helemaal full circle. Hartelijk dank voor al je tijd, je openheid. En ook vooral de breedte, denk ik, in de onderwerpen die we vandaag hebben geadresseerd. Maar ik denk vooral de key takeaway dat marketing zo'n dynamisch domein is. Wellicht ook voor jou een domein waarvan je 5 jaar geleden niet had gedacht dat je daar een leidende rol in zou hebben, maar dat wel nu hebt. Dat is denk ik een heel mooi gegeven. Maar vooral ook de rol en de importantie van marketing in de board en in de brede zin maatschappelijk. Dus dankjewel voor al je openheid. Ja, dankjewel Louise.